Oké. André. André wil graag zijn brief voorlezen aan Mark Rutte. Hij gaat hem van de week op de post doen. En hij vertelt jullie graag wat erin staat. André uit het Westland. Ja. Beste Mark, in 2020 deed je de volgende uitspraak. En ik zal hem nooit vergeten, Mark. Je zei toen, als het volk zegt nee, we doen het niet meer, dan is het klaar. Dan is het klaar, dan stoppen we en we gaan het niet doen. En wat je er toen achteraan zei, was dat jij geen dictator was die mensen dingen op wilde leggen. We zijn nu 2 jaar verder, Mark. En die hele coronapandemie, hè, heeft zoveel losgemaakt. Maar niet alleen de afgelopen 2 jaar, ook de afgelopen 12 jaar, Mark. Je hebt veel dingen kapot gemaakt en weggelachen. En veel dingen waren en zijn met een leugen bekleed. Of het nu gaat over de mensen in Groningen, die zitten met de bevingsschade. Vanwege de gaswinningen die niet of nauwelijks zijn gecompenseerd, die iedere dag nog moeten vechten voor hun centen, of de mensen van de waterschade in Zuid-Limburg vorig jaar die nog steeds in de ellende zitten en die ook nog geen cent hebben gehad, waarvan huizen nog steeds niet opgeknapt zijn. Of moeten we het hebben over de gedupeerden van de toeslagenaffaire? Hoe zit het daarmee? Hebben die hun geld al gehad, Mark? De afhandeling daarvan laat nog steeds op zich wachten. En Mark, dan is er eigenlijk nog 1 hele grote schandvlek in die hele toeslagenaffaire. En dat zijn de ouders die hun kinderen zijn kwijtgeraakt. Mark, ik vraag jou 1 ding vandaag. Heel duidelijk. Heel concreet, en je krijgt deze brief ook in je brievenbus. Breng voor 1 januari die kinderen terug. Hou een keer je woord. Doe 1 keer wat je beloofd hebt. Hou je woord en breng die kinderen terug. Ja, Mark, je leest het goed. 12 jaar wanbeleid. Net voor coronapandemie kwamen de boeren in actie. Omdat je die besodemieten met iets wat helemaal niet bestaat. Het bestaat wel, maar het is niet schadelijk. Het hele stikstofverhaal. Het hele PFAS-verhaal. Stikstof is niet schadelijk. Om ons heen is 78% stikstof. En dat zou schadelijk zijn? Nee, Mark, dat is niet schadelijk. Maar gelukkig... Dat is nog helemaal niet de stikstof waar het over gaat. Kom maar. Gelukkig hadden we daar de coronapandemie. Niet meer of minder dan een gewone griep. Maar goed, daar hadden jij en je specialisten van het OMT een andere mening over. De hele pandemie, aangezwengeld door het WHO en opgeblazen door het OMT, heeft veel dingen verborgen. Onder andere dat je maatje Hugo de Jonge 5 miljard is kwijtgeraakt. Waar ze zijn, we weten het nog steeds niet. Wordt het niet tijd om hem op het matje te roepen? Net als wat je met Siewert van der Linde hebt gedaan. Die even makkelijk miljoenen dacht te verdienen met de mondkapjesdeal. En in stilte was daar ook nog de kwestie van de klimaatpuis van het PvdA. Frans Timmermans. Waarmee je op een middagje in het torentje gezellig koffie zat te drinken. En een klimaatdeal, de Green Deal, mee afsloot. 100 miljard mensen kost dat de eerstkomende 10 jaar. 10 miljard per jaar. Vele duizenden euro's per gezin. Maar goed, die maalt daar nog om, Mark. Jij vast niet. Net als je vriendin Kaag is jullie kostje al gekocht. Ook jij bezit meerdere panden in Den Haag. Waar je overigens nooit slaapt, hoor, want je brengt liever de nacht door in een hotel. En zeker niet in je nieuwe penthouse, vlakbij het Haagse Bos, of in het huis waar je jarenlang met je moeder hebt gewoond. Nee, Mark, het wordt hoogste tijd dat je gaat luisteren naar ons, naar het volk. We zijn je zat, en meer dan dat. Eigenlijk is het gewoon genoeg geweest.
De boodschap met Prinsjesdag was duidelijk, hoop ik. Je werd al in de Kamer de premier van de omgekeerde vlag genoemd. En dat hebben we laten zien. En ja, ook ik stond langs de route. Om onze ongenoegen te uiten met een omgedraaide vlag. Kijk nog maar eens goed naar die beelden. Het volk liet zien dat ze daar klaar zijn met je. Het is genoeg geweest. 12 jaar puinhopen van Rutte. En toen, hè? Toen kwam het programma bij je op één. Waar je vertelde dat je best baalde van het rapportcijfer wat je van het volk hebt gehad. Een 3,3. Ook in 2019 heb ik je een rapport aangeboden bij de Markthal in Rotterdam. Dat zal je vast nog wel weten, met een dikke onvoldoende. In het programma zei je dat je ook niet altijd zichtbaar was bij de grote crisis het afgelopen jaren. En dat je dat ging veranderen. Wij hadden enigszins hulp. Na het programma vond je wel netjes de boeren die tijdens het programma voor het katshuis zich verzameld hadden te woord. Niet dat ze er wijzer van werden, maar goed, je hebt ze te woord gestaan, je was zichtbaar. Wat mij tegenviel was de dag dat je de andere dag een afspraak afzegde bij MBO Westland. Je zou daar komen om de jongeren te bemoedigen. De boeren hadden nog wel zo hun best gedaan voor je, Mark. Ze hadden vlaggen opgehangen en aan de lantaarnpalen en allemaal kunstzinnige uitingen gemaakt met plastic folie tussen de palen. Maar goed, schijnbaar was je bang dat je ze weer tegen zou komen. Je zei de afspraak af en je hebt op een geheime plek met de leerlingen gesproken. Mark, ik ben bijna klaar hoor, dus wees niet bang. Ik begon deze brief met jouw woorden uit 2020. Als het volk nee zegt en er klaar mee is, dan stoppen we. Nou Mark, wij allemaal zijn er klaar mee. We zijn klaar met jou. En voor ene keer Mark, voor ene keer. Hou je woord en stap op. Wij stoppen ermee en vragen jou te vertrekken, liefst zo snel mogelijk. Ja, op jouw blaadje en ook op het blaadje van Kaag, daar staat functie elders. Hoe lang nog, Mark, voor je je woord houdt en die functie elders aanvaardt? Het volk is klaar met je. Wij eisen jouw aftreden en van dit kabinet wat een andere agenda aanhangt dan de onze. Wij, de burgers, de boeren, de tuinders, de ondernemers en ga zo maar door, willen een toekomstperspectief. Wij willen dat de puinhopen die je veroorzaakt hebt, worden opgeruimd. Dat de boeren weer kunnen boeren. De bevingsslachtoffers hun huizen kunnen herstellen. Dat de 1675 kinderen weer teruggaan naar hun ouders. Dat zij gecompenseerd worden voor de jarenlange ellende die ze hebben meegemaakt. Kom op Mark, neem je verantwoording en stap op. Liever vandaag dan morgen. En geef een nieuwe ploeg mensen de kans dit land te herstellen. Ik hoop, Mark, dat je gaat reageren op deze brief. En dat je je woord houdt. Genoeg is genoeg. Het volk is er klaar mee. Mark, het is klaar. Deze brief mag je zien als mijn persoonlijke motie van wantrouwen tegen je. Mark, ik wens je succes met jouw beslissing. En dan is er nog één dingetje. En misschien dat George of een van de anderen hier de tijd op kan nemen. Gisterochtend, toen had ik deze brief al geschreven. En toen kreeg ik een bericht binnen. En dat bericht was dat de boeren onderweg waren. En bij de boeren ligt mijn hart. Dat mogen jullie gerust weten. Ik sta hier al vanaf 2019 met ze. Maar die boeren die waren niet zomaar onderweg. En dit kabinet heeft gewoon letterlijk bloed aan hun handen. Want die boeren, gisterochtend onderweg, die waren een boer aan het begeleiden naar zijn laatste rustplaats. Een jongen van 43 jaar, en hij is niet de eerste en hij zal ook zeker niet de laatste zijn, die zelfmoord heeft gepleegd. En zo zullen er nog vele ondernemers zijn de komende tijd, die het gewoon niet meer zien zitten. En voor al die mensen zou ik willen vragen, George, mogen we hier 1 minuut stilte.
Mensen, dank jullie wel.